plezier, het is een vreugde. Ja, want ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben aan het genieten, eerlijk gezegd. Dus, nou, wij ook. Gelukkig, gelukkig. Zeg, en jullie zijn sinds kort Amsterdammers? Ja, sinds 3 weken. Ja. Ja. Ik weet niet of je jezelf nou meteen ook Amsterdammer mag noemen als je er net 3 weken woont, maar we voelen ons wel ook een beetje. Je bent op de fiets, hè? Ja, 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 hoort toch? Staat je op slot? Ja, ik heb ze, ja, dat moet wel. Dat moet wel. Ik heb een nieuwe fiets, dus ook een dik slot erbij. Ja. En zeg, de omgeving, ja, merk je daar wat van als je speelt? Nou ja, het is niet de gebruikelijke setting, laat ik het zo zeggen. Dus af en toe moet je wel een beetje om je heen kijken. Dat maak je niet elke dag mee, nee. En jullie hebben toch al op wat leuke plekken gespeeld in de wereld, hè? Ja, maar dit, mooier dan dit wordt het niet. Dat menen we echt uit de grond van ons hart. Jullie hebben een paar keer ook gezegd van, voor ons 60ste wilden we toch nog wel een keer op het grote podium staan. Nou, daar sta je nu. Ja, het is voor wij Nederlanders. Als muzikant is dit toch een enorme mijlpaal en je hoopt dat je het ooit mag doen, ooit, als je jaren verder bent. Dus het kwam eigenlijk ietsje eerder dan gedacht. Ja, want nu is die droom uitgekomen. Wat moet je nou nog? Nee, niks. We kunnen vredig sterven, dus Nou, voor het zover is willen we nog wat horen. Ga zitten, met z'n tweetjes weer aan één vleugel. En dan gaan we muziek horen van Felix Mendelssohn. Langzame inleiding en dan...